ik ga naar mijn kinderen in de Caraïbe. Ik ga naar mijn kleinzoon, die een jaar is geworden. En die ik sindsdien al niet meer gezien heb. We love cinema. Dus ja, dat is heel fijn. Daar heb ik 10 dagen. Daarna begin ik direct aan de opnames. Eerst Doodspoor. Dat is maar 1 dag, denk ik. Of 2 dagen. En dan komen er nog een dikke 2 weken Arcadia aan. Tweede seizoen. En Tine en ik, mijn vrouw en ik, zijn samen iets aan het schrijven. En in maart moeten wij dat klaar hebben om in te leveren voor productiesteun aan het FAF. De pitch is klaar, maar we hopen daar nog meer aan te... Ik wil al een beetje van een storyboard en al wat scènes. Dus aanvankelijk dachten we om een film te gaan maken. Maar ja, ik weet hoe het zit met films in Vlaanderen. Dan ben je 5 jaar onderweg en ik heb geen zin om te debuteren op mijn 75ste. Dus ik wil geen stok hebben om op de première te komen. Dus ik hoop volgend jaar al te kunnen draaien, dat het allemaal in goede aarde valt. Het is heel leuk, ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Maar het is wel iets waar ik absoluut nu wil mee bezig zijn. Omdat het een beetje voor mij een scharnierpunt is om van acteur naar achter de camera te gaan staan. Ik ga wel nog een rol daarin meespelen, maar ik denk toch wel dat wij zelf ook wel willen filmen en willen regisseren. In plaats van de film zouden we dan eventueel een miniserie maken. En dan zien we wel, want er zijn nog meer ideeën. Dus ik heb echt wel koesting gekregen om eindelijk ook... Ik heb daar zo lang voor gezeurd bij Tine om samen iets te kunnen doen. En zij vond nooit een ingang en nu hebben we die ingang gevonden om samen creatief bezig te zijn. En dat is ook samen met deze productie, met Hans Vroom en Pieter de Knudde. En daar ben ik eigenlijk ook heel blij om, dat die twee ook meedoen. Dus we zijn met 4 schrijvers eraan en het loopt als een trein. Het is goed. En dan is er nog een oude hobby van vroeger die je terug hebt opgenomen. Ja. De Plastic Bags, wat kan je daarover vertellen? Ja, de Plastic Bags was eigenlijk een punkband in de jaren 70. Dat was meer smijten en wat anders dan muziek maken. Maar Bjorn Eriksson, de zoon van een van de oerplastics, we zijn de Plastic Bags. De Karel Eriksson, die eigenlijk ook meespeelde in Broken Circle Breakdown. Bjorn heeft al die bandjes die hij heeft gevonden, heeft hij geremasterd. En dat is een ongelooflijk werk geworden. En onze kinderen die helemaal ondergedompeld zijn tijdens hun adolescentie, die zijn natuurlijk vragende partij om... absoluut dat te spelen, want zij zijn allemaal veel straffere muzikanten dan die oerplastics. En dat gaat knallen. En dat is op 26 maart dat we onze dubbele LP, een vinylplaat, voorstellen. Ja, ik verwacht daar heel veel van. Het optreden is uitverkocht, dus dat is heel fijn. We spelen in de studio in Antwerpen. En we hebben een boeker onder de hand genomen. Of tenminste, die heeft gevraagd om met ons te kunnen werken. En niet van de minste, dus waarschijnlijk gaan we nog wel spelen. Oké, laten we zeggen, hopen op een grote tournee, wereldwijd. Ja, dat zal wel zijn, in het Antwerps.